Hallo Queens and Kings en welkom op mijn kanaal. Rol je vingers aan het like en subscribe button en vergeet het belletje niet meer te nemen om op de hoogte te blijven van mijn video's. Oké, dus we gaan mijn haar retwisten en het is ongelofelijk. Dit wordt de eerste keer dat ik mijn haar ga retwisten. Dus ik vind het super spannend. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik weet wel dat ik echt gewoon stukken achter vooral heb die aan elkaar vastzitten. Dat ik denk, oh hell, motherfucking no. Kijk, zo is hij hier. En ik weet echt niet of het nog goed gaat komen. Maar we moeten het zien uit te vogelen. Dus als jij dikke brokken haar aan elkaar vast hebt zitten alsof het een effing Congo is in je hoofd. Ja, dan welkom to the club. En ik hoop dat ik er wat aan ga kunnen doen. Zodat jij gerustgesteld bent straks als je hier komt kijken voor de first retwist. Want ik heb dus echt gewoon 1000 keer gewoon gezocht naar first wash en retwist. On 3C for a hair type. Maar schijnbaar is onze haartextuur niet echt de common hair die online look zet. Nou, we begrijpen het natuurlijk wel een beetje. Maar in de tijd van nu hadden we wel gedacht waarschijnlijk dat dat gewoon makkelijk te vinden is voor alle haartypen. Maar guess not. So here I am. Here I am. Here I stand. Ik weet ook echt niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet hoe ik moet zitten. Ik weet niet, helemaal niks. Ik wil heel graag een ventilator aandoen. Maar dan hoor je steeds geluid. Maar ik kan het straks wel aandoen als ik het ga versnellen. Dus dat gaan we doen. Ik zoek eerst nog even een elastiekje. Want ik denk dat het wel handig is. Ik had nog een spiegel achter me gezet. Maar ik denk niet dat het helpvol gaat zijn. En ik heb aan die kant mijn kaptafel. En die heeft ook een spiegel. Dus waar gaan we beginnen? We gaan achter beginnen. Omdat ik dat gewoon het meeste bang voor ben. En ik wil gewoon zo snel mogelijk weten of het nog te redden valt. Of dat ik het echt gewoon basically al opgefokt heb. Zo. We gaan alles naar boven doen. Ik denk dat we echt gewoon eigenlijk van onder naar boven echt letterlijk moeten gaan. Ik weet niet of je het moet kunnen zien. Ik had het eigenlijk beter op een egale achtergrond kunnen doen. Maar mijn hair looks a freaking mess. Ik ga dit gewoon laten. Mijn haar die pakt echt zeg maar samen als het nat is en het droogt dan op in een vorm. Dan blijft dat gewoon de vorm. Dat kan goed zijn voor looks, maar ook terrible zijn voor looks. I don't know. Ik denk dat ik gewoon, ik durf haast gewoon niet. Weet je wat? Ik ga er gewoon vanuit dat mijn partings helemaal fucked up zijn. Ik denk dat ik dat het gewoon het beste kan doen. Cause dan stress ik niet zoveel meer om. Ik ga retwisten. Ik heb castor oil. Volgens mij is het ook raw castor oil. Dan heb ik het, ja, ik heb niet echt, ik zeg jullie eerlijk, ik heb niet echt verstand van hoeveel producten ik moet gebruiken. Ik weet wel dat je niet heel veel producten moet gebruiken. Because of the build-up. Dus we gaan het gewoon zo kammen, zoals ik het vaak zie wat mensen doen. Zodat je alle kanten hebt. Ik weet niet wat daarbij hoort, wat daar niet bij hoort. Ik weet niet wat jullie zojuist gezien hebben. Of ik nou of dat wel uit het beeld was of niet. Zo, dit wordt echt wat hoor. En deze haar draait deze kant op. Ik heb hier 2 klemmetjes. Ik heb 1 van die kleintjes. En ik heb begrepen dat deze handiger zijn, omdat je natuurlijk meerdere kan zetten. Dus ik ga sowieso deze even alleen zetten. Maar ik weet niet hoe ik het moet zetten eigenlijk. Moet ik het dan zo eronder? Of juist, ik weet het niet. Nou, we gaan het gewoon zo laten. En dan gaan we verder kijken. Ik vind het echt onwijs spannend, want ik weet eigenlijk gewoon niet wat jullie zien.
En ik weet ook niet of ik doe, of ik het goed doe allemaal. Zo, het is kind of onzeker. Ik denk dat hij erbij hoort dan. Kijk, en dan laat deze al gelijk weer los. Echt. K.U. van JJ. Volgens mij wou ik deze twee eerst ook combineren, maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. So I don't know if that was a good or bad choice. Ik heb nog een order gedaan. Dus dat is deze. Maar handig dit. Maar jij is een beetje vervaagd. Maar volgens mij stond er Indian Castor Oil op. En die heb ik gewoon bij een toko gehaald. En ik gebruikte die ja, ook voor mijn haar en ook voor mijn huid. Als het mij uitkomt, moet ik gebruiken van alles voor mijn haar en mijn huid. Alleen, and not anymore. Deze castor oil, nee, castor oil is sowieso wat dik. Maar deze castor oil is ook wel echt dik. Waardoor het ook wel. Oké. Oeh. This right here. Is my concern. Zo, we gaan het even sprayen. Kijken of het makkelijker uit elkaar gaat. Thank God it does. Alleen het nadeel hiervan is dat ik dus niet goed kan kijken zelf hoe die scheiding zit. Dus dat betekent dat ik bij voorbaat mijn scheiding op. Maar ik hoor er niet bij. Kijk, deze is ook niet goed gedraaid. Ik snap het niet. Why is this like this? Why? En dit komt natuurlijk ook wel omdat ik geen two-strand twist heb. Als ik een two-strand twist had, was het sowieso ook wel makkelijker. Trouwens, ik zag ook iemand dit doen. Wacht, ik ga dat proberen. Because I don't like the way this goes. Gewoon. I don't know why I did it. Actually, I do, maar. Dit is gewoon fucked up. Die ga ik gewoon niks mee kunnen. I know it already. Dit is gewoon echt. Die blijft gewoon in het midden zo hangen. Waarschijnlijk altijd. Zo'n dikke lok gewoon. Ik weet niet of het goed is, maar zolang het haar maar weer gescheiden van elkaar is en niet zo eruit ziet, I'ma be fine with it. Hm.
dit is heftig. Want nu heeft het ook nog eens extra in zitten trekken omdat het vast zat. Dus daarom dacht ik al dat dit niet een goed idee was, maar... Ik ben hem nu gewoon aan het kammen en dan hopen dat ze zichzelf een beetje scheiden. Ziet er bijna zoals ze. Ja, als het ook weer los is van de rest. Beetje. Kom. Ga je vertellen? Mijn haar doen is koud. Mijn haar doen is letterlijk de meest grote, heftigste job die ik heb moeten doen with kids. Zo, dit wordt echt een journey die niet zo fatto gaat zijn, niet grappig gaat zijn. Maar ja. Ik heb er nou helemaal voor een keuze. En als ik het zat ben, dan laat ik het gewoon allemaal freeform. Ik ben eigenlijk totaal niet in de mood om dit te doen. Maar omdat mijn haar dus al zo heftig is begonnen met lokken. Ik zit er nog eentje onder. En ja, ik toch bang was dat ik uiteindelijk dit allemaal echt moet trekken. En misschien wel knippen, weet je. Want je ziet natuurlijk wel eens van dat soort filmpjes. Ik weet niet of ik kan deze opdraaien. En ja, ik wou dat toch wel voorkomen. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik heb geen afspraak gemaakt. Which I recommend, ja. Als jij je locks gezet hebt, kijk dan ook even, in de spiegel kijken, die kant op. Kijk dan ook even gelijk voor een afspraak om het te retwisten, want dan heb je dat al klaarstaan. Dan hoef je daar niet om te stressen, want ik ben zo traag als wat. En yeah, nu doe ik het eindelijk zelf. Maar dat vind ik sowieso niet erg, want ik wil het liefst eigenlijk nog zelf bijhouden. Maar het
was wel handig geweest dat ik gewoon een afspraak had en gewoon wist, oké, ik ga die dag en dan komt het goed. Maar I haven't done that. Zo, nu ben ik in paniek dit aan het draaien, omdat ik dacht, als ik dit nog één dag langer laat, is het echt klaar met mijn hoofd gewoon. Echt klaar. Dus ik hoop dat dit allemaal een beetje houdt en dat het goed gaat. Want ik weet niet hoe het eruit ziet. Kijk, hier heb ik ook nog eentje. Die zit en voor vast. En naar de zijkant. Dus ik ga nog een beetje laten verdrinken. In water. In de hoop dat het iets gaat doen. Hoe, mijn hoofd is koud nog. Oké, dan gaan we misschien even kammen. Nou, en zo was hij soort van los. Kijk. Mijn nek doet tering pijn. Dit lijkt bijna alsof je zo vuur spuug zo. Oké, de Amanda struggle. Dat hebben jullie allemaal niet gezien, maar it's going ham. En niet zo fijn. Ik weet niet, ik heb ook niet echt per se de behoefte om deze video te posten ofzo. Want het is niet echt wat ik er zelf van verwacht had. Oeh, maar ik wil graag alles met jullie delen. So, part of my first retwist moet eigenlijk ook gewoon... Mijn first retwist moet gewoon... moet jullie wel gezien hebben en weten hoe het eraan toe is gegaan. Dus vandaar dat ik deze video post. Maar ik ben totaal niet in de mood om video's te maken. Waar ik geduld voor nodig heb. Had ik liever nog even een maandje uitgesteld. Maar hey, while I learn patience, moet ik ook leren om op tijd dit te gaan doen, want het wordt alleen maar erger voor mezelf. 2 hours later. Uit mijn hoofd. Het is gewoon kalm hierboven zo. Het is niet meer zo hoor. Zo op mijn hoofd. Dat. Yep.
Er waren eigenlijk nog wel een paar achter die ik opnieuw wil doen, maar ja, maar fix it another day or something. Sorry dat lang alles maar uit elkaar is, vooral. Dat was echt mijn grootste zorg gewoon. En ik ga het nu wel denk ik gewoon bijhouden en gewoon regelmatig. Sowieso één keer in de week gewoon nu. Oké. En dan mag gewoon een nieuw draaien. Zo. Ik vind het helemaal best. Nu mijn blokjes zijn ook allemaal anders. Hier zijn ze langwerpig, hier zijn ze echt vierkant. En daar heb je zelfs rare figuurtjes. Ik weet niet wat het inhoudt. Maar we're here, people. We're here. At the end of this video. En nu gaan we deze klemmetjes losmaken. Dat gaat niet zo best hier. Daaronder zijn echt zo droog en frizzy. Die zijn echt wel aan het dichten. Ja, die zijn echt aan het dichten. En dan komt omdat ik erop slaap en zo. En ook als ik krullen heb meestal, is dat ook daar waar mijn haar het meest klit. Dus dat is ook wel echt... Bij je hoofd had je eens gewoon een goed gedraaid. Alleen dan naar het uiteinde zie je dat het kluist, zeg maar. Ja. Van de bonkies. Ja, vooral erachter. Ik heb ook gewoon echt een matje. Kijk, ik heb hem zomaar gecombineerd. Achteraf kon ik het beter laten, maar... Even kijken wat het is. Ja, volgens mij zit hij precies in het midden. Dus ik denk dat dit ook zo eentje wordt die nooit in de staart past en altijd blijft hangen. En dan ook nog eens dikker is als de rest. Oké, ik weet niet wat jullie zien, maar dit is... Oké, maar is niet te blij, iets niet te blij. Niet te blij, want zometeen zit mijn haar helemaal weer als crack. Het is echt plat, oh my god, het is echt raar. Ja, deze dingen zijn echt heftig. Ik ben echt benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Dat worden sowieso die dikke, lelijke plukken wanneer ik in die ugly stage terecht kom. Maar ja... Kom voor je nog wel eens goed. Auw. Auw. Nou, people. This is my head. I did that. Oeh, yeah. Oh, en ik heb deze ding in mijn haar. Eigenlijk zien ze er wel leuk uit zo tussenin. Nou, peeps, dat was het. Bedankt voor het kijken. Doe duimpjes omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet het belletje mee te nemen. Om op de hoogte te blijven van al mijn video's. Ik moest eigenlijk een update doen. Maar ik denk dat ik maar een 1 month update of zo ga doen. En dan gaan we eventjes goed inzoomen op mijn looks. En dan gaan we kijken hoe het allemaal in elkaar begint te... You know? En dan is dit ook wel weer waarschijnlijk een beetje door de war. En een... Hoor je dat? Very soon. See ya later.